Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin, Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, het is een overvolle podcast geworden, want ik heb zoveel nieuws met u te delen. En er is zoveel gebeurd. En er gebeurt nog steeds heel veel. Want ja, in Israël, never a dull moment, zoals wij altijd zeggen. Maar eerst, zoals gebruikelijk, het weer. Alhoewel, dat item wordt steeds korter, kan ik u zeggen. Het is weer 35 graden. Blauwe lucht, een briesje en dat blijft zo. Meer kan ik er niet over zeggen. Het wordt misschien wat afgezaagd, maar het is wat het is. Ik kan dat ook niet anders maken. En dan joods.nl. Daar staat weer enorm veel op. Ten eerste, morgen wordt er een nanosatelliet gelanceerd met een Russische Soyuz-raket. En het is een hele bijzondere nanosatelliet. Die is gemaakt door een Israëlisch bedrijf. En op het moment dat die loskomt van die raket, dan spreidt die zich eigenlijk uit. En dan wordt die vele malen groter. En die wordt gebruikt voor communicatie. Heel bijzonder, lees dat artikel op joods.nl. Dan heeft de Shin Bet gisteren bekendgemaakt dat zij een explosieve expert van Hamas hebben opgepakt. Die in Israël was binnengekomen, omdat hij een vergunning had voor medisch onderzoek in Israël. Maar men wist waar deze man mee bezig was, dus men hield hem in de gaten. En meneer had een hele opleiding gehad tot explosieve expert in Gaza. 2 keer een aantal maanden hele lange opleidingen. En de bedoeling was dat hij in de Westbank Hamas-leden of Hamas-sympathisanten zou opleiden tot explosieve expert, eigenlijk bommenmaker. Hij had ook gecodeerde berichten in stukjes stof van zijn jas zitten. Die hebben ze ook gevonden, de Shin Bet. En de man is opgepakt en er is een voorkomen eigenlijk dat er een enorme bommenterreurcampagne zou plaatsvinden in Israël. En zo zie je maar weer de Shin Bet. Het is net Fauda. Ze doen uitstekend werk, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Wie ook uitstekend werk doet, is de IDF. Op joods.nl kunt u lezen dat de IDF begonnen is met wapentransporten voor Hamas aan te vallen die door de Sinai gaan. En waar komen die dan vandaan? Nou, die wapens komen eigenlijk grotendeels uit Iran. Die worden in Libië opgepakt, aangekocht door Palestijnse tussenpersonen. En dan gaan ze op vrachtwagens en die vrachtwagens rijden door de Egyptische Sinaiwoestijn. Uiteindelijk richting de Hamas-tunnels aan de Egyptische kant. En via die tunnels naar Gaza om dan later gebruikt te worden tegen Israël. Hier is niet veel rugbereid aangegeven. Het was I-24 die ermee kwam. U kunt het hele verhaal lezen op joods.nl. Dan iets heel aparts. De tweede zoon van een van de Hamas-oprichters, die heeft de terreurgroep verlaten. En die komt met hele verhalen over de corruptie en de Turkse spionagering die Hamas heeft opgericht in Turkije. En dan zult u zeggen, ja, maar wat is daar dan bijzonder aan, een tweede zoon? Nou, de eerste zoon staat bekend als de Green Prince. En die werkte een aantal jaren ook voor de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Shin Bet. En nu heeft zijn tweede zoon dus ook de club verlaten, de terreurclub. En die heeft in een niet nader genoemd Aziatisch land een interview gegeven. Hij heeft zelf contact gezocht met een van de Israëlische tv-zenders. Dat interview is gisteravond uitgezonden. Dat heeft natuurlijk veel ophef hier gegeven. Hij geeft ook voorbeelden. Hij zegt, terwijl de mensen in Gaza moeten rondkomen van een gemiddeld maandsalaris van $100 per maand, hebben de Hamas-leiders er helemaal geen moeite voor mee als ze in Turkije zijn of in andere landen, om daar per persoon voor minimaal $200 te gaan eten. En zo ziet u maar wat het belangrijkste is voor de Hamas-leiders. Niet de mensen in Gaza. Lees het hele verhaal. Het leest als een thriller eigenlijk. Het leest als een boek op joods.nl.
Dan op joods.nl. Een artikel over de plek waar eens de grote synagoge van Oswiecim in Polen stond. Daar komt een monument ter nagedachtenis aan 400 jaar Joods leven in Oswiecim. Oswiecim, dat is eigenlijk, u raadt het al waarschijnlijk, de naamverbastering door de Duitsers is daar Auschwitz van gemaakt. En dat ligt inderdaad vlak naast het concentratiekamp Auschwitz. Een heel bijzonder verhaal. Dan, ja, ik heb altijd Kolulam nodig om blij te worden. En we hebben een video op joods.nl gezet waar ook u blij van zult worden. Kolulam, u weet, ik ben daar inmiddels lid van. Dat is de Israëlische organisatie die mensen samen laat zingen. Mensen die elkaar niet kenden. En dat gaat dan niet om enkele honderden, maar dat gaat om duizenden. In dit geval ging het om een 2000 mensen die in Tel Aviv, in de Tel Aviv Poort, het uitgaanscentrum van Tel Aviv, in een hal bij elkaar kwamen. En daar het in Israël heel bekende lied Mehu Zakim Leolam gingen zingen. En dat betekent Empowered to the World. En echt, het kijken van die video geeft u kracht en maakt u weer helemaal blij. Ook op joods.nl, studenten van de Universiteit van North Carolina, die komen elk jaar een aantal maanden naar Israël om opgravingen te doen. Zo ook deze keer weer. En die hebben nu een aantal 1600 jaar oude mozaïeken ontdekt in Noord-Israël, in de Galil. En op die mozaïeken, en dat is heel bijzonder, wordt het verhaal afgebeeld van Elim. Het verhaal in Exodus 15:27. En dat gaat over de Israëlieten die kampeerden nadat ze Egypte hadden verlaten en zonder water in de woestijn rondwaalden. Er staan foto's bij het artikel op joods.nl. Dan ook op joods.nl, Klompen en Kamelen. Een boek van Robert Barzilai en Jim Wassenaar. Met 48 korte verhalen van Nederlanders en Vlamingen die naar Israël zijn geëmigreerd. En die in korte verhalen vertellen wat ze meemaken, het leven in Israël. Het boek kost €21 en is te bestellen via de website. En de link staat in het artikel op joods.nl. Echt een heel leuk boek. Dan een paar video's over militaire parades. Waarom? Nou, Trump houdt vandaag een soort of militaire parade voor het eerst in Washington tijdens de 4th of July. Nou, in Israël was het gebruikelijk vanaf 1948 militaire parades te houden. Dat is altijd heel indrukwekkend. Maar daar is men 46 jaar geleden, dus in 1973, mee gestopt. Toen werd de laatste gehouden. Er is er nog eentje geweest bij het 25-jarig bestaan van Israël, maar dit was niet op straat. Dat werd gehouden op een afgesloten terrein. Maar in dat artikel kunt u twee video's zien. Eén van de militaire parade in 1948. De eerste militaire parade in Tel Aviv na de onafhankelijkheid van de staat Israël. En de tweede uit 1973. Heel bijzonder om te zien. Echt, het brengt je terug naar een tijd die er niet meer is. En dan het Israël Centrum in Nijkerk, die liet ons weten dat het ministerie van Economische Zaken kwaad is en bij hun op bezoek is geweest. En waarom? Nou, heel simpel. Het Israël Centrum in Nijkerk verkoopt Israëlische producten, ook wijnen en andere producten. En die houdt zich niet aan de anti-Joodse etiketering. En dat vindt het ministerie van Economische Zaken helemaal niet fijn. Roger van Oort, de directeur van Christenen voor Israël en het Israël Centrum in Nijkerk, die zegt, er moet op het etiket worden vermeld, gemaakt op de westelijke Jordaanoever, en dan tussen haakjes erachter zetten Israëlische nederzettingen. Op producten bijvoorbeeld gemaakt in Bethlehem, zoals handdoeken, moet product uit Palestina komen te staan. Nou, zegt Roger van Noord, Palestina is nog niet erkend als land, maar we moeten het wel vermelden op het etiket om het volk vast te laten wennen. Nou, voor Roger van Oort zijn dit gewoon anti-Joodse maatregelen.
Het is onderscheid tussen producten gemaakt door Arabieren en Joden. Etikettering, zegt hij, was ooit bedoeld voor voedselveiligheid, maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse staat. En, zegt Roger van Oort, we moeten spreken over kolonisten en nederzettingen om de Joodse staat verder te criminaliseren. Alle woorden met een negatieve connotatie toepassen op Israël is het devies van het ministerie van Economische Zaken. Ik kan niet anders zeggen dat ik het meer dan 100% met Roger van Oort, de directeur van Christenen voor Israël, eens ben. En wij hebben dit artikel dan ook groots gebracht op joods.nl. En ik roep u op, deel het zoveel mogelijk op Facebook, op Twitter. Laat het uw vrienden en familieleden lezen. Want dit is natuurlijk van de gekken dat dit gebeurt. Dan even terug nu naar Israël. Want ook hier gebeurt weer van alles. Netanyahu heeft gezegd gisteren in een vergadering aan de grens met Gaza dat als de rust niet terugkeert op korte termijn, Israël inmiddels is begonnen met voorbereidingen voor een grootschalige militaire campagne in de Gazastrook. Nou, ik hoop dat hij het niet bij woorden laat, maar ook daadwerkelijk dan voet bij stuk houdt en een einde maakt aan die ballonnenterreur, aan die wekelijkse of bijna dagelijkse en ook 's nachts nu plaatsvindende rellen, betaalde relschoppers door Hamas, die niets anders doen als proberen zoveel mogelijk schade aan Israëlische land- en tuinbouwgrond en natuurgebieden aan te richten. En het liefst ook nog zoveel mogelijk raketten willen afschieten. Dan even over de verkiezingen. Ja, ik ben niet zo iemand die in polls gelooft. Maar goed, soms komen ze dicht bij de waarheid. Maar in dit geval denk ik dat ze wel kloppen. Want de polls van gisteravond, er zijn er twee gemaakt door Channel 13 en Channel 12 op televisie. Die wijzen allebei uit dat de verkiezingen tot nu toe op 17 september aanstaande dezelfde problemen zullen laten zien. Er is geen meerderheid, nog voor Netanyahu, nog voor Blue and White. En er moet dus een, eigenlijk moet, wat er hier moet gebeuren, is twee allianties. Dat zou het Likud-blok kunnen zijn, met, aangevuld met rechtse partijen. En het Blue and White-blok, aangevuld met centrumrechts, centrumlinkse partijen. En dan maar kijken wie de grootste partij of wie het grootste blok wordt. En ja, dan hangt Lieberman hangt daartussen. Dat klopt. Lieberman is degene, als hij genoeg zetels krijgt, die een regering aan de macht kan helpen of niet. We zullen zien wat het gaat worden. Nou, gisteravond dus was alles in gereedheid voor nieuwe rellen in Israël. Politie was in grote getalen op de plekken waar opgeroepen werd te demonstreren. Er stonden bij mij in de straat op een gegeven ogenblik allemaal brandweerwagens. Mijn straat is, ja, ruwweg gezegd, 800 meter van de plek waar dinsdagavond rellen plaatsvonden. Bij de af- en toevoerwegen naar de snelweg, de weg langs de kust. En er stonden een aantal brandweerwagens al klaar om in geval dat er weer branden zouden worden gesticht of auto's in de fik worden gestoken, dat ze dan makkelijk bij de plek konden komen. Gelukkig, ook trouwens bedrijven, en ik merkte dat gistermiddag al. Normaal gesproken begint hier de spits, zie je de mensen terugkomen zo rond 16:30 en dan de nadruk tussen 17:00 en 18:00. En gisteren begon het al om 15:00. En bedrijven in Tel Aviv en omgeving, die hadden hun werknemers een uur, anderhalf uur eerder naar huis gestuurd, om te voorkomen dat ze weer urenlang in hun auto zouden vastzitten of in de bus of in de trein en hun huis niet konden bereiken. Nou, gelukkig is er gisteravond niets gebeurd. En hoe komt dat? De familie van de doodgeschoten jongen, die riep op, gisteren om 17:55, om geen demonstraties te houden, om te stoppen. In ieder geval zolang zij Shiva zitten. Shiva is de zevendaagse rouwperiode. En daarna willen zij meedoen, de familie, aan demonstraties. Geen rellen, maar demonstraties op een nette en ordelijke wijze.
En daar hebben de demonstranten gevolg aan gegeven. Er werd nog wel een stille tocht gehouden in Kiryat Chaim, op de plek waar de Ethiopische jongen Solomon Teka was doodgeschoten. Maar dat is een stille demonstratie geweest. Er is verder ook niets bij gebeurd. En iedereen haalde opgelucht adem. Ik hoop echt dat dit probleem wordt aangepakt en dat ja, wat is het eigenlijk? Het is profiling, moet ik haast zeggen, van de Israëlische politie. Dat wordt gestopt. Want het kan niet zo zijn dat Ethiopische jongeren, Israëli's, die in dienst hebben gezeten, die studeren, die een bedrijf hebben, dat die worden stopgezet op de weg omdat ze in een dure auto rijden of dat ze dure kleren aan hebben. Het zijn geen criminelen. Het zijn hele gewone, normale mensen zoals u en ik. En dat profilering door de politie, dat moet stoppen. De politie, minister van Politie en Veiligheid, heeft dat nu ook erkend vandaag. Die heeft gezegd dat dat moet stoppen en dat er op een andere manier door de politie moet worden gewerkt. Ik hoop dat dat echt nu eens een keer gaat veranderen, want de Ethiopische Israëli's zijn niet anders als dat ik dat ben of mijn buren dat zijn. Dan Kushner, die had een hele realistische oplossing en ja, ik vind het uitstekend. Want die zegt, luister, het is nu zo lang geleden dat er Palestijnse vluchtelingen waren. Dat was in 1948. We zitten in de vijfde generatie. Die mensen zijn allemaal geboren en opgegroeid voor zoveel generaties nu in Arabische landen waar ze naartoe gevlucht zijn. Laten ze daar lekker geïntegreerd worden. En laten ze daar maar gewoon blijven wonen. Dan is het probleem opgelost. Nou, dat is een hele simpele en ook gewone oplossing. Want op deze manier werkt het ook. Want die mensen hebben helemaal niets bij de Westbank of bij welke plaats dan ook in Israël die ze niet eens kennen. Die hebben hun leven in een Arabisch land. Dat kan Syrië zijn, Jordanië zijn, waar ruim 70% van de inwoners Palestijn is. Maar het kan ook Libanon zijn, waar honderdduizenden Palestijnen wonen. En die woonden er al sinds 48, die families. Dan ja, ook in Israël heeft de regering gereageerd op de benoeming van, of de mogelijke benoeming van de nieuwe buitenlandtsaar van de Europese Unie. Dat wordt de Spanjaard Josep Borrell. Anti-Israël, gezien zijn uitspraken tot nu toe. En Israël heeft gezegd, de regering, wij zijn op onze hoede voor deze nieuwe inkomende EU-tsaar. Nou, je kan maar beter voorbereid zijn. En als je dan denkt dat het na Mogherini niet erger kan. Ja dus, het kan dus erger. En dat zal deze Josep Borrell helaas gaan bewijzen. Trump heeft weer eens wat geroepen naar Iran. En hij heeft gezegd, wees voorzichtig met jullie bedreigingen, Iran. Ze kunnen terugkomen om je te bijten zoals er nog nooit iemand is gebeten. Nou, ik vind dat nogal een uitspraak, maar typisch Trump, zullen we maar zeggen. Dan Zweedse neonazi's hielden thuis tijdens een tentoonstelling van foto's van Holocaust-overlevenden in een Zweedse stad, vlakbij Malmö, geloof ik. In ieder geval, ze vernielden daar de foto's. Ze scandeerden allerlei nazileuzen. Zij scandeerden dat ze Joden wel eens even een lesje zouden leren. Zweden 2019. Ik geef het te doen. Ik vind het triest. En dan nog even over de Palestijnen. Want eigenlijk, de Palestijnen stammen af van de Filistijnen. En wat blijkt nu? Met gebruik van Israëlische high-tech-analyse blijkt dat de Filistijnen uit Zuid-Europa kwamen. Er is een nieuwe studie met gebruik van high-tech van het DNA van gevonden beenderen van
zeg maar, mensen die in die tijd geleefd hebben. En dat hebben ze gedaan vlakbij Ascalon, daar was het centrum van de Filistijnen. En het blijkt dat volgens die research die nou gedaan is, de meeste emigreerden in de 12e eeuw voor Christus uit Zuid-Europa naar dit gebied toe. En daar, ja, de Filistijnen, daar is het woord Palestijn weer afkomstig van. Dus ja, het wordt helemaal geen Arabisch land, zullen we maar zeggen. Dan een Jordaans parlementslid, die roept de Jordaniërs op om de gaspijplijn van Israël naar de Jordanië op te blazen. Liever, zegt hij, zitten we zonder elektriciteit dan dat we elektriciteit krijgen opgewekt met Israëlisch gas. Nou, ik vraag het je. Ik begrijp er hier totaal niets meer van. Dan de Palestijnse terroristen hebben allemaal een salarisverhoging gekregen. En niet zo'n beetje ook, want de uitgaven aan salarissen, om het zo maar te noemen, die Abbas geeft, het bedrag wat Abbas geeft aan terroristen en hun families, dat is 11,8% hoger dan een jaar geleden. En ik vraag mij af of er iemand is die kan checken of die verhoging wordt betaald door de Europese Unie of welk ander Europees land. Want dat geld moet toch ergens vandaan komen, zou je zo zeggen. De ambtenaren krijgen nog maar de helft van hun salaris in de Palestijnse gebieden. Want u weet, er is geen Palestijnse staat, dus we noemen het Palestijnse gebieden. Maar de terroristen krijgen een verhoging van 11,8%. Nou, ik heb het dit jaar nog niet gezien, zo'n verhoging. En ik denk velen van mijn buren ook niet. Dan heeft Abbas ook maar weer eens wat gezegd over de Bahrein-conferentie. Want, zegt hij, nadat zowel Trump als Kushner gisteren hadden gezegd van, nou, kijk, we hebben niets tegen Abbas, het is best een aardige man en we willen best met hem samenwerken en het vredesplan door gaan nemen. Nou, zegt Abbas, we gaan helemaal niet samenwerken met Trump en Kushner. We zijn daar een beetje gek geworden, zeg. Die hele Bahrein-conferentie, zegt Abbas, is één grote leugen bedacht door Kushner. Nou ja, kijk, als het op deze manier moet, dan gaat het nooit wat worden, denk ik. Daar moet echt een jonge generatie aan het bewind. En dan kan je zaken doen, dan kan er een vrede komen. Daar raad ik iedereen aan even te luisteren op mijn timeline in Twitter naar Miss Irak. Ja, u hoort het goed, Miss Irak. U weet wel, die schoonheid die een jaar geleden met Miss Israël op de foto ging en sindsdien haar land niet meer in kan. Maar Miss Irak, en die titel draagt ze natuurlijk nog steeds, die ging even in de Verenigde Naties de waarheid vertellen over Hamas en de Palestijnen. Nou, het is indrukwekkend. Ik kan het u aanraden. Kijk eventjes naar die video. Want ja, zoals zij dat doet, iedereen was met stomheid geslagen en niemand durfde erop te reageren. Dan, de Engelse marine heeft een uur geleden een supertanker, de Grace One, naar Gibraltar opgebracht. En dat schip, die supertanker, is geladen met Iraanse olie en was onderweg naar Syrië. En zeggen de Engelsen, ja, maar dat kan helemaal niet. Want er is een embargo op Iraanse olie. Ja, eens kijken of dat inderdaad, of ze die olie daar gaan vasthouden. En dan een paar positieve berichten om mee te eindigen. Want dat vind ik toch altijd veel prettiger als alleen maar nare berichten. Joodse en islamitische ondernemers in Berlijn hebben een coördinatie, een vereniging opgericht om een onconventionele Joodse-moslim-dialoog te lanceren. En dat ze constant met elkaar in gesprek zullen zijn, ideeën ideeën lanceren eigenlijk, die ze met elkaar kunnen gebruiken om aan de rassenhaat, om aan dat antisemitisme een einde te maken. Nou, ik vind dat een hele goede zaak. Dan iets wat je bijna niet zou geloven, maar de export naar Israël van producten uit Gaza gaat heel goed. Je zult zeggen, ja, producten uit Gaza, wat brengen ze dan? Nou ja,
Het zijn natuurlijk land- en tuinbouwproducten, want daar wordt echt nog wel wat verbouwd. Maar wat het erg goed doet, is in Gaza geproduceerde kleding. Die in Israëlische kledingwinkels verkocht zullen worden op dit moment. En er wordt voor miljoenen dollars geëxporteerd naar Israël. En ook naar winkels op de Westbank. En ik vind dat eigenlijk wel goed, want dat betekent dat de mensen in Gaza dan een inkomen krijgen. Er zijn op dit moment zo'n 6.000, 7.000 Palestijnen in Gaza betrokken bij het produceren van die kleding. En dat mag alleen maar meer worden, dat is hartstikke goed. Daarnaast zijn er ook Israëlische high-tech bedrijven die in Gaza hun producten laten testen. En daar worden ze in elkaar gezet en daar wordt gewerkt met Palestijnse bedrijven in Gaza, maar ook op de Westbank. En dat werkt prima. Dat zijn dingen die je niet in het nieuws hoort, maar het gebeurt wel elke dag weer. En het gebeurt steeds vaker. Er zijn Palestijnse bedrijven die helemaal ingericht zijn om voor Israëlische high-tech bedrijven te werken. En die samenwerking gaat prima. De Palestijnen leren er ook van en krijgen ook een hoger niveau. En daarnaast verdienen ze natuurlijk een beter salaris. En waar mensen een goed salaris verdienen, willen ze niet in de terreur. Dan de zeewierindustrie in Israël, die groeit erg snel. Zeewier, dat wordt toch alleen maar gebruikt voor sushi? Nee. Zeewier wordt steeds meer gebruikt voor levensmiddelen, additieven, natuurlijke pigmenten, chemicalievrije weefselkleurstoffen en biologisch afbreekbare kunststoffen en biobrandstoffen. En Israël zou Israël niet zijn als ze niet zouden zorgen dat ze daar de know-how hebben en dat ze dus aan het voorfront staan van gebruik en verdere ontwikkeling van zeewier. En dan een leuk bericht om mee af te sluiten. En dat red ik nog net binnen de 30 minuten. In het centrum van Tel Aviv is een winkel geopend voor kosere seks. Jawel, dat is voor religieuze echtparen of koppels die hun passie in hun romantisch leven willen beleven, maar wel in overeenstemming met de Joodse waarden en de Joodse manier van denken. Nou, dat kan dan. Je kan in die winkel allerlei seksspullen kopen, kosere seksspullen, ik zeg het er maar even bij. Maar ook seksvoorlichtingboeken voor orthodoxe en religieuze koppels. Nou, ik vind dat een prima ontwikkeling en dat moet kunnen. We leven hier in Israël met mensen die orthodox zijn, ultra-orthodox zijn, traditioneel zijn, seculair zijn. Maar we zijn wel allemaal Joods. En als de een het op een kosere manier wil doen, de seks, en de andere op een seculaire manier, ieder zijn plezier. En doe het dan zoals je dat wil. Nou, en dat daar nou een winkel voor is, prima toch? Goed. Dat brengt mij ook aan het einde van deze podcast. Alweer de laatste podcast trouwens van deze week, want dat weet u inmiddels. Morgen is het vrijdag, begint het weekend in Israël. Daarna de Shabbat morgenavond. En zoals gebruikelijk morgen het huis schoonmaken, boodschappen doen. Morgenavond naar een van de kinderen op visite, want u weet, dat zeg ik u ook elke keer. In Israël zit je nooit op vrijdagavond alleen. Of je moet dat per se willen. De ene helft van Israël, zeg ik altijd, gaat bij de andere helft op visite. En je kan dat altijd heel goed zien. Want de mensen die dan per auto gaan, die niet orthodox zijn, die gewoon seculair zijn, maar daar traditie doen, dan zie je allemaal zo rond een uur of 10, 10:30, is het gewoon heel druk op de wegen. En dan gaan de mensen weer naar huis. En zo is dat in Israël. Goed, dan wens ik u alvast een Shabbat Shalom uit Israël. Nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 4e juli. De laatste 4e juli van 2019. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd tot ziens, tot zondag.